We gaan het hebben over de afsluiting van de bruggen op Voorneputten... in deze uitzending van Noodhulen. We doen dat tot acht uur met Chris Hottentot... wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Nissewaard. Goedenavond. Goedenavond. Ja, fijn dat u er bent. Over een, 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 ja, een tien dagen is het zover. 13 april om precies te zijn, tot en met 13 mei, s'avonds om 8 uur, gaat de Spijkenissenbrug eruit. En dat betekent uh, natuurlijk dat er uh, ja, heel veel alternatieven moeten worden bekeken. Uh, mensen worden opgeroepen om thuis te werken. Uh, het komt allemaal aan bod uh, vandaag. Maar allereerst, die Spijkenissenbrug gaat dicht. Uh, ja, kunt u uitleggen uh, waarom deze werkzaamheden nou zo noodzakelijk zijn? Wat is de aanleiding eigenlijk? Want we hebben natuurlijk al heel veel problemen gehad met de bruggen. Nou ja, eigenlijk uh, gewoon achtergesteld werk. Dat is al heel, heel plat gezegd. Ja, ja precies. Kijk, um, we wisten dat de brug er de komende tijd een paar keer uit moet. Hè. De Hartelbrug gaat er deze zomer uit. Volgend jaar gaat de Spijkenissenbrug eruit. En wij werden afgelopen najaar verrast door Rijkswaterstaat. Die op een gegeven moment zeiden, ja, we hebben nog een werkgroep. Die is op dit moment alle brug aan het inventariseren. En die kwamen erachter dat de asfaltlaag op jullie brug heel erg versleten is. En daar moet aan uh, gewerkt worden. Nou, ik had zoiets van: uh, hoe komen jullie daar nu pas bij? Want ik heb als raadslid destijds al in 2018 aandacht gevraagd voor die slijtlaag. Toen hebben ze er koud asfalt op gesmeerd. En daarmee was uh, de kous af voor Rijkswaterstaat. Voorlopig. Voorlopig. Wat blijkt: uh, het hecht niet. En uh, in die tijd uh, was het een keuze vanuit het Rijk om niet uh, onderhoud te plegen aan uh, dit soort bruggen. Later uh, zijn ze er wel mee aan de slag gegaan, omdat ze merkten dat de uh, staat van uh, bepaalde bruggen toch wel uh, van die kwaliteit was dat eraan gewerkt moest worden. Dus er is in 2021 een stuurgroep opgericht uh, binnen Rijkswaterstaat. Die is al die bruggen gaan inventariseren en daaruit is naar voren gekomen dat de Spijkenissenbrug dus versneld aangepakt moet worden, in ieder geval die asfaltlaag. Uh, en zo zijn ze bij ons gekomen dat deze er nog eens bovenop kwam boven de opgave die we al hadden. Want volgend jaar gaat hij er dus weer uit. Volgend jaar gaat hij er weer uit en dan worden de hefdelen die worden aangepakt. steeds uh, dus de problemen gaven eigenlijk. Ja, in en het hefdeel dan. dat wordt dan verplaatst, want ze hebben nu zeg maar, de hef, het hefdeel in de middelste kolom van de brug en dan gaat het naar de buitenste kolommen, zodat het uh, op die manier vervangen wordt. Dat is volgend jaar de reguliere opgave, dat is echt het normale onderhoud en deze weg die kwam er bovenop. Ja. En uh, overigens in voorbereiding op die werkzaamheden is het nu nog maar zo dat je 50 kilometer mag rijden over, over die spijkendische brug. Ja, dat klopt. En dat heeft te maken met het feit dat die asfalt op bepaalde delen echt behoorlijk heeft losgelaten. Ja, en je wil niet dat je daar uh, moet remmen, zeker niet uh, bij regenachtig weer. En dat hebben we heel veel gehad de afgelopen periode. Ja, want dan kan je in een slip raken met alle gevolgen van dien, en dat willen we niet. Ja. Um... Ik kan me dan voorstellen dat je, dat, dat je schrikt van, 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 van dit nieuws. Want ja, het komt er nog eens bovenop, bovenop dat vreselijke nieuws dat het volgend jaar al eigenlijk had moeten plaatsvinden. En natuurlijk moet er onderhoud ge, gepleegd worden. Want daar, de verkeersveiligheid staat, staat bovenop. Dat kan ik me ook zo voorstellen. Maar is er dan ook nog uh, gekeken samen met alle partijen. Um, om te kijken of dit bijvoorbeeld alleen in de avonduren kon plaatsvinden. Nou. Uh, niet in de avonturen, maar er is absoluut gekeken naar een andere oplossing. We hebben ook gezegd, van, kan dat niet samen met het werk volgend jaar? Ja. We hebben ook aan Rijkswaterstaat gevraagd, kom met een second opinion... om aan te tonen dat het echt nodig is. Ja, en het is echt nodig. Dat hebben ze inmiddels wel aangetoond. Want zoals ik al zei, de asfaltlaag laat los. Het is zelfs zo erg dat als je gewoon aan een stuk asfalt trekt... dat je gewoon een hele lap los kan trekken. De taal komt er dan naar boven, hè? Nou ja, het asfalt, het staal ja. krijg je dan aan de oppervlak, maar dat komt niet naar boven, uiteraard, want dat ligt er gewoon dat ligt er onder. Al, ja. um, maar het punt is dat uh, juist doordat die asfaltlaag dus zo makkelijk loslaat, kan je niet zeggen: Weet je wat, we doen eerst even een halve brug of een halve baan. Uh, je moet dat asfalt eraf halen. En om het asfalt er ook weer goed op te kunnen leggen en om het te laten hechten, zodat in ieder geval die brug ook voor lange tijd weer in orde is. Uh, mag het geen trillingen hebben? Ja, en als je dan auto's eroverheen laat rijden, blijft het trillen. Ja, dan zijn we misschien over vijf jaar of tien jaar uh, moet die brug weer in onderhoud. Nou, dat willen we niet. Dus dan nu eventjes vier weken pijn pakken, hoe vervelend het ook voor iedereen is. En ik besef me dat echt degene. En ik had het echt liever anders gezien, want we hebben er alles aan gedaan om Rijkswaterstaat te bewegen, dit op een ander moment aan te pakken. Maar het is aangetoond, ook met die second opinion, dit is niet mogelijk. Dus we moeten het op deze manier doen. Ja, en dan liever op deze manier zodat we de komende 40 jaar daarna ook geen last meer hebben van die asfaltlaag. In een vakantieperiode had dat geen betere oplossing geweest? Het is voor een deel in de meivakantie. Ja, in de, in, de, in, de, in de meivakantie. Het is inderdaad de meivakantie, maar dat lukt niet. Omdat er dus zoveel opgaven zijn van Rijkswaterstaat. We hebben de Heijnenoordtunnel, uh, de Hartelbrug komt deze zomer, daar gaan we het ook zo over Met hebben. de gehad. Uh, het benelux gehad? De Benelux-tunnel, dus. Ze moesten kijken naar de moment waarin het paste. En dat was dus in deze periode van 13 april tot 13 mei. Ja, precies. En ja, in de afgelopen jaren waren er dus al problemen. Die grote issues met die bruggen die zijn uh, grotendeels verholpen. Maar dit onderhoud helpt dat dus niet om dit verder te voorkomen? Nee, dit is echt puur het asfalt. Volgend jaar dan gaan we echt met die uh, brug aan de slag. Of in ieder geval wij niet, maar Rijkswaterstaat. Uh, dan gaan we zorgen dat die uh, overlast beperkt wordt. Dit is echt puur het asfalt. En ja. het is een... een ja, extra werkzaamheden die er nog bovenop zijn gekomen. Ja. Nu Dus het normaal gesproken zo als gemeente heb je het maar te slikken als Rijkswaterstaat besluit dat te doen en of de provincie, want die kan er over het algemeen ook nog mee gemoed zijn. Um, toch hebben jullie gemeente, alle partijen maar eerst eens eventjes bij elkaar te roepen. Ja, absoluut. Uh, was ook het eerste wat ik uh, geroepen had toen ik wethouder werd. Ik heb gezegd: Ik wil weten wat er gaat gebeuren met die wegwerkzaamheden. Uh, met die brugrenovaties. Omdat het, ik weet hoe kwetsbaar onze regio is. En er hoeft maar iets te gebeuren en er staat een file. Dus ik wilde weten hoe lang, wanneer, uh, wat betekent dit? Hè? Kunnen we uh, deels uh, over de bruggen? Kunnen we niet over de bruggen? Wat gaat er allemaal gebeuren? Uh, en ik heb gezegd: van, Laten we al die partijen bij elkaar krijgen. Dus Rijkswaterstaat, de provincie. Um, ook het havenbedrijf, uh, zelfs havenbedrijf Moerdijk hebben we meegenomen, omdat die uiteindelijk ook. Daar uh, ja, moet ja, de oude maas op uit, ja. Precies. Dus um, ja, we hebben echt al die partijen bij elkaar gepakt en ook gezegd: van ja, wij willen gewoon die regie erop houden, omdat wij als gemeente er het meeste last van krijgen. Voor die andere partijen is het misschien een project, maar wij voelen die pijn. En daarom heb ik echt gezegd: wij moeten als gemeente hier echt bovenop blijven zitten om te zorgen dat we dit goed met elkaar gaan regelen. Oké, okay, nou dan heeft u direct de betrokken partijen even uh, genoemd, in ieder geval. Uh, en uh, vooraf bij elkaar gezeten. Um, ja, jullie zijn dan uh, zeg maar de trekker geweest eigenlijk van, van dit hele project. We hebben straks nog een afsluiting. Hè? We gaf het al aan. De Hartelbrug gaan we het straks uh, vermoedelijk na half vacht nog wel even over hebben. Um, u ziet dat als één project. Ja, dat klopt. Nou, kijk, het punt is van um, toen wij die gesprekken hadden, heb ik op een gegeven moment ook gezegd van ja, ik wil eigenlijk dat er scheepvaartregime op die spijkenissenbrug komt. Want ze kunnen dat ook als ze dadelijk in die spijkenissenbrug zelf aan de slag gaan, maar als dadelijk de hartelbrugten van de zomer uitgaat, dan uh, moet er eigenlijk ook scheepvaartregime op die spijkenissenbrug. Kun je uitleggen wat dat is? Nou, ja, dat betekent dus dat je uh, in de spits uh, geen boten laat varen. Uh, dat is iets te breed gezegd, want er zijn bepaalde schepen die moeten vanwege de diepgang, omdat ze over die tunnelbakken heen moeten varen, moeten wel in de spits kunnen varen. Maar in ieder geval je vermindert behoorlijk het aantal schepen wat dan in de spits gaat varen. En ik heb dus aangegeven van dit moeten jullie echt als één project zien, want in eerste instantie hadden ze iets van, ja, maar dat is een andere brug, andere vaarroute. Maar ik heb gezegd, nee, dit gaat om de bereikbaarheid van Spijkenisse. En op die manier moet je er dus ook naar gaan kijken. Zie je het als één project, één brug eruit, betekent dat de andere brug zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn. Nou, daar lijkt nu uh, beweging in te komen. Want er wordt inderdaad wel gekeken naar een mogelijkheid om die scheepvaartregime toe te passen. Oké, okay, maar daar is nog niks over duidelijk en over de Hartelbrug komen we later nog, uh, nog te spreken. Um, als we kijken naar... Uh naar de situatie uh, hoe het gaat worden. We hebben eigenlijk ook wel een beetje een voorproefje gehad. Afgelopen zaterdag, de Hartelbrug, die ging in storing. Dan ja. doet het altijd, zou je dan zien? Als Lop. de er al dicht is, dan... Uh, <laughs> ja, dit, dit was niet leuk. En dit... dit was niet de eerste keer dat het gebeurde, want enkele maanden geleden is het ook dat gebeurd. Ook al, ja. Dus ik heb ook aan tafel gezeten en ik heb op een gegeven moment gezegd van ja, oké, okay, die Spijkenissenbrug die kan misschien niet altijd dicht blijven, vanwege die uh, afspraken die gemaakt zijn, ook met Moerdijk, maar die Hartelbrug die valt niet binnen die route, binnen dat verdrag van Mannheim, waarbij die schepen dus vrije doorvaart moeten hebben. Dus ik heb aangegeven, zet die brug nou dicht, want als die brug in storing raakt, terwijl het de enige toegangsroute is, dan hebben we met elkaar gewoon een groot probleem. Uh, en ja. zeker met het feit dat het al eerder gebeurde. Nou, dat het Weer gebeurd is. Dat sterkt mij alleen maar in het feit dat dit nodig was. En gelukkig hebben we ook die toezegging gehad. Dus de Hartelbrug blijft de komende vier weken dicht, waardoor uh, het risico dat storing optreedt gewoon nieuw is. Ja, precies. Want dat, dat, dat kun je er dan niet bij hebben. Um, dan denk ik wel um, dat we het ook over de gedrag van de automobilist moeten hebben ook. Ja, nee, absoluut. Uh, kijk, het wordt druk op de weg uh, en dat kunnen we niet ontkennen. En uh, ik heb ook meerdere keren al de oproep gedaan aan de mensen die een keuze hebben... Uh, om een andere keuze te maken. Later beginnen, um, thuiswerken, uh, dat soort zaken. Um, en, en de Zodat de mensen die geen keuze hebben... in ieder geval minder overlast in die file hebben. Maar er zal een file blijven. Uh, en dan is het ook heel erg belangrijk dat iedereen zich gedraagt. Want wat we vaak zien bij die Hartelbrug... ja, daar gaat het mis, omdat het verkeer... Links voorsorteerd voor de, uh, voor de botlektunnel. Uh, rechts gaan ze er nog eventjes voorbij... om op het allerlaatste moment in te voegen... met als gevolg dat er een ongeval ontstaat. Ja, dat is gewoon verkeershuftergedrag. En uh, dat gedrag dat moet gewoon aangepakt worden. Dus die mensen moeten dat gewoon niet doen. Want anders veroorzaken zij de file waar de anderen last van hebben. Wij proberen zoveel mogelijk maatregelen te nemen... om die overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar uiteindelijk... Ja, uh, De laatste oplossing ligt bij de automobilist. Ja, en dan, als je er niet meer tussen kan, dan pak je maar even de hart of de bottekrug. Uh, in dat geval, ja, inderdaad. En, en ga gewoon niet voordringen, want het gaat niet alleen om of je er niet meer tussen kan, maar rij niet bewust helemaal tot het laatste door en probeer je er dan nog even tussen te wringen, want daar gaat het gewoon mis. Het is gewoon echt heftig gedrag. Ja. Wordt daar ook nog extra op gecontroleerd door de politie in deze periode? Um, ik weet niet of de politie er extra op gaat controleren. Uh, we hebben uiteraard wel afspraken gemaakt uh, met, met hulpverleners en dergelijke. Dus er worden op strategische plekken ook bergers neergezet om zo snel mogelijk die auto's weg te krijgen, om die vertraging zo snel mogelijk ook weg uh, te halen. En uiteraard hebben we ook met de hulpdiensten gesproken. Die kunnen bijvoorbeeld over de fietsbrug van de Hartelbrug, zodat ze in ieder geval vrije doorgang houden. Dus dat is voor, voor het ambulanceverkeer, zeg maar. Ja, is, is, is ambulance geregeld. en brandweer. Ja, ambulance en brandweer. Uh, de sluiting voor de brug: is dat voor alle verkeer? Nee, uh, fietsers, bromfietsers, voetgangers, die kunnen gewoon over de brug. Het gaat echt om het deel waar het autoverkeer uh, overheen gaat. Dus auto's, vrachtwagens, langzaam verkeer, die hebben daar last van. Ja, um, ja we hebben het al eventjes over het rampscenario van afgelopen zaterdag gehad. Hè. Vandaag was er op de A15 ook weer het een en ander gebeurd. Dat Spijken is ook weer uh, helemaal vol. Met de wachttijden tot drie kwartier, heb ik begrepen, om, uh, om in ieder geval de stad uit te komen. Stel nou, er gebeurt zo'n ongeluk op zo'n aangrenzende weg. Um, wat is dan een alternatief voor jullie? Niks, denk ik, hè? Ja, er zijn gewoon weinig alternatieven. We hebben daarover nagedacht, maar die zien we ook niet. Dus vandaar dat we hebben gekeken van... hoe kunnen we vrije doorgang voor die hulpverleners uh, zoveel mogelijk garanderen? Hè? Dus met die hartelbrug. Uh, we monitoren ook alles. We zorgen voor een betere doorstroming. Dus uh, verkeerslichten die veel meer groen krijgen... om zoveel mogelijk dat verkeer uh, door te laten stromen. Uh, dus dat soort maatregelen proberen we allemaal te nemen om te doen. Maar je bent uiteindelijk afhankelijk van die ene brug. Want die andere ligt eruit. Uh, of je moet omrijden via... Uh, Oostvoorne of Hellevoet Sluis. Uh, is een stukje om. Zal Hele. ook ongetwijfeld druk zijn. Uh, maar ja. We kunnen geen extra bruggen aanleggen, in ieder geval. Nee, ja, het is niet zo dat, dat het leger even snel een noodbrug neerlegt. Waar, waar nee. ook verkeer over kan gaan. Nee. En daarom is dus ook dat gedrag zo belangrijk. Als iedereen zich weet te gedragen. of de mensen die een keuze hebben. een andere keuze maken dan in de spits in die file te staan. dan kunnen we met elkaar nog een beetje draaglijk erdoorheen komen. En het wordt vervelend hoor, dat ga ik echt niet ontkennen. Uh, het kan echt ontzettend vervelend gaan worden. Maar laten we kijken of we die uh, overlast in ieder geval zo beperkt mogelijk met elkaar kunnen maken. Ja, um, geen alternatief dus eigenlijk voor de mensen die de weg op gaan als het, als het echt misgaat. Wat zal dan gemiddeld genomen, als het geen vakantie is... Ja, want we zitten twee, weken met, twee vakantieweken zitten we zeg maar, uh, met, met de werkzaamheden... wat is dan de gemiddelde vertraging waar rekening mee gehouden moet worden? Ja, er wordt uh, gezegd van houd rekening uh, met een vertraging van 30 tot 60 minuten. Uh, we weten uit ervaring dat als het echt goed misgaat op het eiland... dat die vertraging wel eens erger kan zijn... Um, ik hoop het gewoon niet. Uh, ik hou mijn hart vast. Uh, ik hoop dat mensen zich weten te gedragen. Uh, want dat is de enige oplossing om die vertraging zoveel mogelijk te beperken. Maar in ieder geval de officiële berekening is 30 tot 60 minuten. Ja, als dus... mensen nou veel meer willen weten over die werkzaamheden, is er dan nog een speciale uh, uh, site waar ze terecht kunnen? Is dat via Rijkswaterstaat? Of... Ja, ieder we hebben, op de hebben een gemeente, hebben we een pagina geopend. Als je naar nissewaard.nl gaat, dan zie je een button staan met uh, brugrenovatie. Daar kan je op klikken. Dan kom je op een site waarbij je naar alle informatie kan klikken, zowel van Rijkswaterstaat als van Zuid-Holland bereikbaar, die ons communicatie doet, als van de provincie. Als ik u een minuut zou geven om te vertellen wat de mensen moeten doen tussen 13, mei, eh, tussen 13 april en 13 mei, eh, wat zou u daarin dan in zeggen? Nou, ik zou in ieder geval zeggen: van... als je de keuze hebt, uh, maak dan de keuze om uh, niet in die spits te gaan reizen. Probeer daar buiten te gaan. Probeer thuis te werken. Um, of probeer dus later te vertrekken. Uh, maar doe dat niet zodat de mensen die geen keuze hebben, uh, uiteindelijk minder overlast hebben. En dat is denk ik het enige wat we met elkaar kunnen doen. Want we moeten uh, met elkaar toch naar het werk toe. Uh, dus het is noodzakelijk om dit gewoon uh, op een goede, ordentelijke manier uh, op te pakken met elkaar. Maar dit is echt een verantwoordelijkheid met elkaar. Wij hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk maatregelen te treffen. Maar uiteindelijk uh, ja, is het aan iedereen om te zorgen dat je zoveel mogelijk uit die spits gaat. Dus ook met het OV-reizen is een mogelijkheid. Of met de fiets. Alles wat kan helpen. Het OV-rijdt dat vaker door de wegwerkzaamheden weg die er zijn? Uh, straks oh. bij de Hartelbrug kan ik dat wel even aangeven. Want uh, de metro, uh, één lijn gaat eruit, gaat wel meer rijden. Wat ik wel voor elkaar heb gekregen, is dat wij uh, naast de spijkhoppen die op een gegeven moment is ingevoerd toch weer uh, de lijnen 81 en 85 hebben teruggekregen, maar dan 281 en 285. Ja. Dat zijn de grote bussen. Die reizen in de spits, zodat je in ieder geval ook vanuit de wijken bij het metrostation kan komen. Dus dat hebben we in ieder geval voor elkaar gekregen. Meer bussen die mensen uh, in het OV kunnen brengen. En die bussen hebben overal een beetje een soort vrije doortochten, uh, zeg maar. Want ik kan me voorstellen dat als de wegen vaststaan dat ook zij in die file terechtkomen. Niet overal, dus. Het uh, oh, ja, uh, blijft, blijft spannend. Uh, spannend, Blijf, ik. Blijf spannend op sommige plekken inderdaad. Ja, ja. Nou was er uh, zijn wel vaker werkzaamheden in de regio natuurlijk. In, uh, in de Rotterdamse werkzaamheden was er ooit een app, een, een, een app eigenlijk, waar je geld kon uh, verdienen. Als je bijvoorbeeld thuis werkte op de fietsring, want dat kan natuurlijk ook nog uh -huh. als alternatief, daar blijft die brug wel voor open. Is er over nagedacht om dat ook in te voeren voor de werkzaamheden aan de bruggen? Uh, niet om geld te geven. Uh, Zuid-Holland bereikbaar is wel met allerlei maatregelen bezig. Zo wordt er bijvoorbeeld ook gekeken: van, kunnen we uh, elektrisch fietsen stimuleren. Uh, door bijvoorbeeld met werkgevers in gesprek te gaan. We hebben onlangs ook een uh, bijeenkomst hier op halfweg gehad, waar ondernemers. Uh, van het bedrijventerrein hier uh, geïnformeerd zijn over uh, de maatregelen, maar ook over de oplossingen die we eventueel bieden. Dus uh, via Zuid-Holland bereikbaar wordt er nou wel naar allerlei oplossingen gekeken. Ja. En dat zit ook in de verkeersinformatie waar we uh, proberen te informeren, maar de oplossing van geld bieden om uit die spits te blijven, dat hebben we op dit moment niet meegenomen. Dat was overigens een andere organisatie die daar geld voor gaf. Hè? Dat ging niet vanuit gemeentes. Nee, klopt. En uh, ja, in dit geval, kijk, de gemeente is hier ook slachtoffer in. Hè? Uh, het overkomt ons ook. De verantwoordelijkheid hier. Van ligt uh, voor de Hartelbrug bij de provincie en de Spijkenissenbrug bij Rijkswaterstaat. Maar wij als gemeente zitten er echt bovenop, omdat we gewoon vinden dat dit moet goed geregeld worden voor onze omgeving. Ja. Um, hoe groot zijn uw eigen zorgen? Ja, het, uh, ik maak me wel hele grote zorgen, want uh, deze uh, regio die is heel gevoelig voor vertraging. We hebben uh, bij de A15, nadat die allemaal verbreed was, op een gegeven moment uh, doseerlichten gehad. Nou, die dingen hebben één keer een middag per ongeluk aangestaan en het hele eiland stond vast. En dat geeft gewoon aan hoe kwetsbaar deze regio is uh, door één klein dingetje. Uh, ja, en als er dan een hele brug uitgaat, uh, waar heel veel verkeer overheen gaat, dan heeft dat wel invloed. Dus ik hou echt mijn hart vast. Uh, maar ik hoop dat we met elkaar er gewoon op een goede manier doorheen gaan komen. U bent van een lokale partij hè? Van, uh, van dit zwart lokaal. Um, klopt u dan toch nog in Den Haag aan om nog eens extra aandacht te vragen? Of wordt dat lastiger omdat je geen vertegenwoordigers hebt in Den Haag? Um, het kan ook een voordeel zijn. Hè? Op het moment dat je namelijk niet van een partij bent, kan je met alle partijen praten. Dat uh, scheelt ook. Maar op dit moment is dat niet nodig. Omdat ik dus, wat ik al zei, vanaf dag één uh, heb gezegd van ik wil weten wat er met deze bruggen gebeurde, gebeurt. Uh, we hebben hele goede gesprekken, zowel met Rijkswaterstaat als met uh, de provincie Zuid-Holland. Uh, en dat heeft er nog niet toe geleid dat ik moet opschalen op dit moment. Uh, alles wat wij vragen, uh, daar wordt naar geluisterd. Uh, dat wordt ook meegenomen. Dus we worden serieus genomen. En dat vind ik heel erg belangrijk. We zijn echt een gesprekspartner. Oké, okay, nou na halverwege praten we natuurlijk over de Hartelbrug ook nog, want die gaat later dit jaar ook nog dicht. En uh, de alternatieven die daarvoor zijn. Eerst gaan we daar reclame en het weer en even wat muziek om uh, vervolgens daarover verder te praten. We praten tot 8 uur in deze uitzending van No politieke programma over de politiek op Voorneputten. Hier op link met Chris Hottentot. wethouder Verkeers en Vervoer. Over de sluitingen van de bruggen hebben we de Spijkenissenbrug, hebben we zojuist al uitgebreide aandacht voor gehad. Ja, dan wordt vanaf 13 augustus dus ook de Hartelbrug voor uh, vier weken, is het volgens mij, uh, afgesloten. Dan is de Spijkenisserbrug, die dus nu uh, volgende week, over tien dagen, uh, een maand lang dicht, gaat het alternatief. Dat betekent vooral voor de ontsluiting in Iserwaard veel problemen. Ik denk ook heel veel auto's van de rest van het eiland voor een putten die uh, ja, over die Spijkenisserbrug moeten gaan uh, reizen. Ja, wat zullen de grootste problemen daarvan worden? Misschien nog wel groter als de Spijkenisserbrug? Als de Hartelbrug bedoel je? Ja, ja. ja, nee, zeker. Um, het punt is namelijk dat de Spijkenissenbrug blijft opengaan. Um, en ja, daarmee heb je dus een brug die minder beschikbaar is dan de Hartelbrug, waar we voor elkaar hadden gekregen dat die juist de hele tijd dicht blijft. Waardoor je dus in ieder geval je doorstroming op pijl houdt. Um, daarnaast. Is de Hartelbrug ook een brug die heel veel door mensen uit Hellevoetsluis wordt gebruikt? Ja, die uh, hebben minder uh, mogelijkheden. Dus dat wordt dan of uh, door de, uh, of de, N57. de N57 in Rozenburg, of uh, de Spijkenissenbrug. Uh, dus het kan wel eens wat drukker gaan worden bij ons in de gemeente. En uh, nou ja, gelukkig hebben we daar in ieder geval dus afspraken gemaakt over het scheepvaartregime, om te zorgen dat die brug uh, minder vaak open gaat in de spits. Nou ja, daar, die, die gesprekken lopen op dit moment nog, maar het lijkt de goede kant op te gaan. Oké. Okay. Um, ook daar zijn jullie over in gesprek met de provincie, met het havenbedrijf, uh, het havenbedrijf Moerdijk zelfs ja. nog, uh, neem ja. ik aan ook, en uh, 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 Rijkswaterstaat natuurlijk die voor het onderhoud uh, verantwoordelijk is uh, van, uh, van de bruggen. Klopt. Um, yeah, ja, tijdens de opening van of uh, de afsluiting van de Spijkenissenbrug wordt er niet gegeven op de Spijkenissebrug uh, of op de Hartelbrug, maar dat kan niet andersom, hè? Nee, nee dat kan dat niet. Wel deels. Nou, dat heeft te maken met het Verdrag van Mannheim. Dat is een oud verdrag waarbij scheepvaart voorrang heeft op de belangrijke scheepvaartroutes, zoals dus de oude Maas. Uh, ja, en dat betekent dat je dus die bruggen moet heffen. En het is al een wonder dat we voor elkaar hebben gekregen dat uh, er in ieder geval een scheepvaartregime komt. Want eigenlijk hadden ze gezegd: ja, die Hartelbrug, daar hebben we geen boodschap aan. Maar ik heb aangegeven: zie het nou als één project, want. Uiteindelijk gaat het om de bereikbaarheid van ons eiland. Nou, die beweging lijkt nu te komen. Nou, het ligt nog iets verder in de tijd, dus we hebben nog even de tijd om die afspraken uh, goed en grondig te maken. Maar het lijkt erop dat we die beweging uh, richting dat scheepvaartregime echt wel gaan krijgen. En daar ben ik wel blij mee. Maar een regime zegt dus niet dat die uh, volledig niet geheven kan worden? Nee, nee want, uh, want het, het havenbedrijf in Moerdijk moet beschikbaar blijven. Um, wat we wel voor elkaar proberen te krijgen, is dat die in ieder geval in die spits minder geheven wordt, veel minder geheven wordt. Maar je kan niet voorkomen dat hij helemaal niet geheven wordt, want uh, je hebt te maken met hoog water. Uh, en op het moment dat het hoog water is, dan moeten de grote schepen met een uh, grote diepgang, die moeten dan varen. Want anders komen ze niet over de tunnelbakken heen. Dus bij de Heine Noord en bij de Botlektunnel dat is dus ook de reden dat je ook niet kan zeggen: van nou leuk dat verdrag van Mannheim, we hebben er even, uh, je weet wel aan. Maar uh, uh, we gaan toch die bruggen gesloten houden. Want dat, dat, dat kan niet. Nee, ze dat, dan dat, dat kan niet precies. En, en je hebt gewoon ook te maken met belangen van uh, ook andere partijen: Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk. Dus je moet uiteindelijk een werkbare oplossing vinden die voor iedereen werkbaar is. Uh, want uh, Rijkswaterstaat zegt ook niet: van uh, we zetten de hele brug op slot en zoek het maar uit. Dat doen ze ook niet. Uh, en dat kunnen we dus ook niet tegen een havenbedrijf zeggen... van we zetten de boel op slot en zoek het maar uit. We moeten daar met elkaar gewoon een passende oplossing in vinden. Nou, opvallend is dat ook deze werkzaamheden weer een beetje... aan het einde van die grote vakantie plaatsvinden. Ja, dat klopt. Uh, ook daarin hebben we echt gezocht... naar wat, wat is het beste moment. Uh, en daarvoor lukte het niet, omdat we dan met de, of de Rijkswaterstaat... met de Heinenoordtunnel bezig is. Uh, dus het moest aan het einde van die vakantieperiode uh, tegelijkertijd... Uh, waren er ook werkzaamheden van de RET die ook al in juni uh, uh... beginnen. Dus in het juli beginnen, juni. Juli. Uh, en nou ja, dat betekent dat je een beetje moet zoeken naar het juiste moment. En daarnaast hebben we een evenement, uh, de Tour Féminin... Die komt ook over het eiland. Dus we hebben er speciaal voor gekozen om dat op het uh, moment te doen na het, uh, na het evenement. En dat hebben we overigens ook gedaan met uh, de... de Spijkenissenbrug. Ja, met de Spijkenissenbrug. Want uh, die gaat, uh, of tenminste, daar gaan we pas mee aan de slag na de truckrun. Omdat we dus ook daarin zagen dat er een evenement was. Ja, en dat willen we gewoon wel mogelijk blijven maken, die evenementen. Maar tegelijkertijd wil je voorkomen dat de boel afgesloten wordt of dat er een hinder ontstaat. Dus we hebben na die evenementen die werkzaamheden ingepland. En wellicht ook ter van claims als organisaties, zoals Sportverbond ASO, die de tour organiseert eh, om ervoor eh, om, om te voor zorgen dat ze weer een andere route moeten gaan kiezen. Want die maandag komen ze over voor Putten put heen en de dinsdag gaat, gaat, gaat de hard brug dicht. Ja, precies. Ja, precies, 13 augustus dus op een dinsdag. Uh, omdat dan uh, de andere routes ook de alternatieve routes zijn, natuurlijk. Uh, en als daar dan een evenement over zou moeten gaan, dan zou je helemaal niet meer bereikbaar zijn. En dat willen we u dan voorkomen. U noemde al eventjes de problemen met de metro. 21 juli tot, uh, tot eind augustus uh, is er geen metroverkeer mogelijk tussen Hoogvliet en Slinge. Alle sporen gaan eruit. Ja, ik, 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 ik gaf u dat in een eerder gesprek aan en ik, ik zag u vuurspugen. Ja, nee, dat klopt. Uh, ik was ook uh, totaal not amused uh, toen ik dat bericht kreeg. Want ik heb net al aangegeven: vanaf dag 1 uh, wilde ik weten wat die met die werkzaamheden gebeurde. En ik heb gezegd: ik wil niet dat de bruggen en de metro er tegelijk uitgaan. We hebben dat toen hier gehad met Baljuplein. Die rotonde lag eruit en tegelijkertijd werd aan het spoor gewerkt. Ik heb aangegeven: als wij als alternatief zeggen: stap in het OV, kan het niet zo zijn dat je het OV afknijpt. Nou, uiteindelijk. Werd ik ook vrij laat verrast dat de RET uh, wel met werkzaamheden aan de slag ging? Ik heb gezegd: van stel het maar uit, schuif het door, doe wat, maar ik accepteer dit niet. Nou, het bleek absoluut niet mogelijk. Uh, er waren mogelijkheden om wat anders te doen door uh, deelopdrachten uh, te doen, maar dan had je de overlast nog veel langer. Dus uiteindelijk hebben we gezegd: oké, okay, voor nu accepteren we het voor dit jaar. Maar voor volgend jaar wil ik echt duidelijke afstemming tussen RET en Rijkswaterstaat, om te voorkomen dat als dan de brug eruit gaat. De metro er uh, opnieuw op hetzelfde moment uitlicht. Want dat moet gewoon niet gebeuren. Het kan niet zo zijn dat als jij zegt van we willen uh, zoveel mogelijk mensen in het OV krijgen, zover dat kan, met een havengebied uh, achter je, maar in ieder geval voor iedereen die richting Rotterdam en Den Haag reist. We willen die mensen in de metro krijgen en vervolgens zeggen. Ja, weet je wat, we gaan die metro afknijpen. Dat kan niet. Nee, um, ik kan me voorstellen dat het dan ook weer wat lastiger wordt, omdat die met name niet in het gedeelte van Nissewaard wordt afgesloten. Uh, hoe bedoel je dat? Ja, ja, de, hij wordt afgesloten vanaf Hoogvliet, natuurlijk, ja, ja. De, de, de metrolijn die eruit gaat. Dus dan zit je ook weer met een andere gemeente waar je mee om de tafel moet. Ja, maar uiteindelijk moet je gewoon wel met een RET om de tafel uh, voor de oplossing. En het gaat erom dat je uh, naar een, een passende oplossing wil, want het, is, het hele traject hebben we last van. Voor nu hebben we wel een oplossing gevonden. Dat wil zeggen dat de RET in ieder geval acht keer per uur gaat rijden. En dat in een vakantiedienstregeling, dus dat is goed. Uh, maar dat gaat dan over de C-lijn, dus dat wil Richting Capelle aan de IJssel. Uh, voor mensen die naar Zuidplein moeten, maar het is in een vakantieperiode, dus het zal beperkt zijn. Ja, dat die hebben 20 resten. minuten extra reistijd. Uh, maar in ieder geval zorgen we er wel voor dat de mensen die naar Rotterdam en verder moeten. Die komen wel op hun plek. En die moeten dan met een bus reizen of moeten die via het centrum terug naar Zuid reizen? Uh, die kunnen met de metro via het centrum terug naar Zuid. Er rijdt ook een bus tussen Hoogvliet en Slinge, Dus mensen die echt per se met de bus. En bijvoorbeeld willen, in Rome moeten zijn. Of die in Rome moeten zijn, die kunnen inderdaad gewoon met een bus. Dat is ook mogelijk. Ja, precies. Dus dat zijn dan de alternatieven. Wat is uh, ja, in deze periode uh, het belangrijkste advies voor weggebruikers? Eigenlijk weer hetzelfde als met de afsluiting van de Spijkenische Brug? Ja, zeker wel. Kijk, het voordeel is: een deel valt in. De zomervakantie. En uh, ervaring leert dat de zomervakantie echt een heel stuk rustiger is. Dus dat is heel erg fijn. Uh, maar uh, een deel valt ook buiten de zomervakantie. En dat kan nog wel eens even spannend worden. Dus mijn oproep aan de mensen is in ieder geval om te zorgen van joh, uh, hou er rekening mee. Uh, dat die brug op het moment dat de zomervakantie eindigt, er nog uit ligt. Dus uh, neem je maatregelen. Uh, eh, ook daar inderdaad weer de oproep. Werk thuis. Neem het OV. Uh, pak de fiets. Alles om uh, te voorkomen dat de mensen die geen keuze hebben. En die naar het havengebied onder andere moeten. Dat die niet in die file hoeven te staan. Of tenminste niet in een grote file hoeven te staan. Maar elke 7,5 minuut gaat er een metro straks rijden tussen Spijken en Capelle aan de IJssel. Ja. Of is dat een, een, een deel dat hij weer ergens uh, afhaakt? Ik weet niet of hij helemaal uh, afhaakt. Maar in ieder geval richting Rotterdam Centrum gaat hij uh, één keer in de 7,5 minuut zodat in ieder geval toch nog uh, de mensen vervoers kunnen blijven worden, ondanks die vakantiedienstregelingen uh, ja, uh, dus. Um... Ja, bijkomen. En, en mocht je uh, willen gaan shoppen in Rotterdam, dan uh, moet je vooral naar de spits gaan reizen, lijkt me. Dat, uh, dat lijkt me dan het beste alternatief. En goed nieuws voor de ouderen dan, want dan, in, dan is het openbaar vervoer ook gratis in uh, Nisserwaard. In vanaf dat moment. Uh, voor de juli? ouderen? Minima. Ja, Om oudere dat, 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 dat helder te hebben. Uh, dat klopt inderdaad, ja. Dat, uh, dat komt eraan. En die motie is aangenomen en wordt nu uitgewerkt, volgens mij, door uw collega Stengs, denk ik. Ja, dat, dat is. klopt. En die heeft uh, volgens mij een memo eruit gegooid naar de Raad dat we vanaf 1 juli hiermee aan de slag gaan. Ja, precies. Dat nieuws kwam, kwam vandaag. Ook naar buiten. Dus voor de oudere Minima is dat in ieder geval uh, goed nieuws dat dat vanaf 1 juli uh, er ook bij komt. Ja, nou gaat uh, straks de, de Spijkenissenbrug uh, dicht en dan mag de ambulance en de brandweer mag over de Hartelbrug. Ja, wat nou als er een ongeluk gebeurt? De wegen staan vol en de ambulances kunnen ook nog eens nergens doorheen komen. Ja, dat uh, wordt wel een uitdaging. Maar wij blijven met elkaar uh, monitoren. Want die brug gaat ook omhoog als het moet. De brug gaat omhoog als het moet. Maar ik heb uh, vandaag toevallig ook weer even een gesprek gehad met de Rijkswaterstaat. Waarbij ik ook die vraag heb neergelegd. Van jongens, uh, als straks die Spijkenissenbrug uit ligt, gaat die over die Hartelbrug. Maar als die Spijkenissenbrug straks gegeven wordt, hoe gaan we het dan doen? Maar uh, ambulances zullen ook in contact staan met de meldkamer van de brug. Dus als het echt even nodig is dat een schip moet wachten vanwege een ambulance. dan zal dat ook gewoon geregeld gaan worden. Dus we proberen in ieder geval om die schepen... Of, uh, om die ambulances vrij doorgang te geven. En dus door contact te staan met de meldkamer, weten ze ook of er een brugopening aankomt of niet. En blijven er meer, meer ambulances in die periode bijvoorbeeld staan op het eiland ook? Nou, dat is nog een invulling waar we op dit moment mee bezig zijn. Uh, ja, we hopen daar gewoon nog even wat, wat stevige afspraken te maken. Maar het ligt iets verder in de tijd. Dus we vonden het heel belangrijk om voor nu. De afspraken te maken over dadelijk de werkzaamheden aan de Spijkenissenbrug, dat we daar nu het, uh, de, de, de hulpverlening goed geregeld hebben. Uh, volgende stap uiteraard zal zijn dat als dadelijk uh, de Hartelbrug eruit gaat, dat we ook afspraken maken, goede afspraken maken over de Spijkenissenbrug. Maar daar zijn we als gemeente ook in gesprek met de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Ja, want die gaat daar in principe over. Hè? Dat, ja, om, om dat te regelen. En die waren vandaag ook aanwezig hoor, in het overleg dat we hadden. Want ook vandaag hebben we dus uh, contact gehad. En we houden echt regelmatig contact om met elkaar uh, af te spreken. We hebben ook afgesproken dat we uh, even kijken, uh, over anderhalve week, vrijdag. Uh, dus nadat de werkzaamheden uh, zijn? Uh, ja, begonnen zijn. Ook weer even bij elkaar te gaan zitten om even te evalueren hoe zijn nu die afgelopen dagen gegaan. En uh, bewust even gekozen om dat op die vrijdag te doen. Omdat je toch vaak ziet dat verkeer uh, bij dit soort werkzaamheden zich moet aanpassen. Uh, dus de eerste dagen zal echt tot gigantische overlast leiden. Uh, vermoed ik. Tenzij mensen heel goed luisteren. Uh, maar. thuiswerken? Ja, onder dus, andere. Nou ja, om even een voorbeeld te geven. Uh, vorig jaar heb ik gezegd van. Uh, op de eerste schooldag na de vakantie verwachtte ik dat het ontzettend druk zou worden vanwege die afsluiting van die Heidenoordtunnel. En dat is uiteindelijk uh, niet gebleken, want 1 mei was de dag dat we vanaf... Ik ben echt de hele route langs gefietst om te kijken hoeveel uh, auto's er stonden, en waar ze in de file stonden, maar vanaf de, vanaf de bowling tot aan de metro stonden ze toen in de file. En ik heb gezegd, dat kan nog veel erger worden op die eerste dag na de schoolvakanties, omdat mensen dan... Massaal weer in die auto stappen, lekker met frisse moed naar het werk willen gaan. Nou, ik ben ook toen op de fiets gestapt. Ik heb vijf auto's geteld voor het Pontje. Dat was de rustigste dag. Dus misschien dat het waarschuwen en de voorlichting heeft geholpen dat mensen andere keuzes hebben gemaakt. Dus ik hoop dat dat nu ook gewoon weer gebeurt. Dat mensen een andere keuze maken, waardoor ze niet. Uh, in die file gaan staan op die eerste dag na de zomervakantie. maar uh, En dus ook uh, die eerste dagen dat ze dat al niet gaan doen. Want daar ging mijn uh, punt net over. Uh, de eerste dagen kan dus zijn dat het gewoon echt druk wordt... omdat het verkeer moet wennen. Mensen denken soms van het zal wel meevallen... om erachter te komen dat het echt druk is. En daarna zie je dat het zich begint te stabiliseren. Dus vandaar eventjes door die zure appel heen. En dan na een paar dagen kijken van blijft het zo... of zien we toch verandering in het gedrag. Kan de gemeente Nissewaard ingrijpen... als zich onverroopde excessen voordoen in Spijkenisse... Of... Wellicht een van de kernen? Uh, niet alleen. Daar hebben we echt de andere partij bij nodig. Dus we blijven met elkaar in contact staan. Hoe hebben... zijn die afspraken gemaakt? We hebben een WhatsApp-groep uh, opgesteld. Dus uh, zodra er ook maar iets is, kunnen we gelijk opschalen en Met elkaar dat gesprek aangaan gaan, en als het moet, gaan gewoon die koppen bij elkaar. En uh, zitten we dan even in een teams call om te zorgen dat we uh, zaken kunnen bespreken en kijken waar verbeteringen uh, en aanpassingen nodig zijn. Bent u dan de leidende, uh, zeg maar, die iedereen bij elkaar gaat roepen op een moment dat zich dat onverhoopt voordoet? Uh, wat, ik al, wat ik al eerder aangaf, uh, hebben wij gezegd van we moeten echt hier wel bovenop blijven zitten? Dus wat dat betreft, ik ga er bovenop zitten. Ik hoop dat het niet nodig is. Ik hoop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt. Maar als het nodig is, pak ik uh, iedereen erbij. Want uh, ja, het is uiteindelijk onze regio die de pijn het hardst voelt. Dus daar wil ik zeker voor opkomen. Ja. Um, nu zijn deze afspraken gemaakt. Hè, voor, de, voor de komende twee open, ja, afzettingen eigenlijk die er gaan komen. Eerst voor de Spijkenissenbrug en later ook voor de Hardebrug. Maar u heeft al aangegeven, volgend jaar 2025 gaat de brug opnieuw eruit. Hoe lang dan? Uh, hoe lang die er dan exact uitgaat, dat weet ik nog niet. Dat is allemaal nog invulling. Wat we wel weten is dat ook dan de brug helemaal afgesloten moet worden. Ook voor fietsers. Uh. Ook voor fietsers op dat moment. Dan komt er wel weer een fietspontje. Maar ook dat is allemaal nog invulling uh, waar we met elkaar de gesprekken over aangaan. Ja. Hoe staat het eigenlijk met de wensen van de, wensen van de gemeente voor, voor een eventuele tunnel? En we hebben geloof ik al sinds de jaren 60 de discussie over de A4. Naar de Hoekse Waard door trekken. Uh, dat had nu wellicht een mooie oplossing geweest. Hè? Ja, maar het, het aanleggen van een weg duurt toch wel zo'n twintig jaar. Dus dan hadden we al twintig jaar geleden moeten uh, zijn begonnen. Hè, kijk naar die A13, A16. Toen ik in de politiek begon, 2006, was er voor het eerst sprake van... dat die er mogelijk aangelegd zou worden. Blankenburg-tunnel hetzelfde. Nou, we zijn bijna twintig jaar verder. Uh, dus je ziet hoe lang het duur, duurt om van spreken uiteindelijk tot aanleg te komen... Um, dus het had voor dit niet, niet opgelost. Wel ben ik op dit moment heel hard bezig uh, om met verschillende stakeholders gesprekken aan te gaan: een TLN, uh, een Evo Venedex, uh, provincie Brabant, provincie Zeeland, uh, maar ook havenbedrijf Rotterdam, uh, havenbedrijf Moedijk. Daar ben ik allemaal gesprekken mee aan het voeren om te kijken of we toch het belang zien om die. A4-corridor door te trekken, zodat je een volledige en volwaardige alternatieve route hebt van Amsterdam naar Antwerpen. En daar lopen we op dit moment ook wat onderzoeken die we vanuit de gemeente hebben geïnitieerd. En ik hoop dat die onderzoeken uh, genoeg resultaten gaan opleveren om die partijen te kunnen overtuigen dat deze route heel hard nodig is. En de ene partij heeft wat minder overtuiging nodig dan de andere, maar uh, hopelijk kunnen die onderzoeksresultaten een doorslaggevend resultaat geven. En waarom duurt het al zo lang? Um, ja, daar voorgangers, waar... ik weet het, maar... Ja, nou ja, precies. Uh, ik kan niet voor mijn voorgangers spreken. Um, ik heb dit ook vanaf uh, het eerste moment dat ik er zat... Uh, heb ik gezegd van, ik wil hiermee aan de slag. We hebben dit ook in het coalitieakkoord meegenomen... Hè, dat we willen kijken naar deze mogelijkheden. Ja, en ik ben er voortvarend mee aan de slag. Alleen het nadeel is, uh, dit is lobbywerk en lobbywerk zie je niet. Dus um, er wordt heel hard aan gewerkt... maar mensen zien het helaas op dit moment niet. Nee, en... Um... Als die gesprekken euh, zoals ze nu verlopen euh, goed worden afgerond. dan zal het nog jaren duren voordat er zo'n tunnel is. of een, ja, een doortrekking van een weg is. Ja, ik ga er niet vanuit dat ik als wethouder. het lintje uiteindelijk doorknip van de weg. Dat, daar zal het te lang voor duren, denk ik. Ja, u heeft ambities om nog hoger op te gaan? Nou, ik wil eerder zeggen dat ik denk niet dat ik twintig jaar wethouder ben. Nee, dat kan ik me ook voorstellen. Um, ja, Waar veel over gesproken wordt, hè, klimaatverandering, daar, uh, daar wordt over gesproken. Niet uh, uw ding overigens, maar uh, het kan elkaar wel. Worden. Ook, 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 ook ja, wel, ja. Duurzaamheid zit ook in mijn pakket. Zit ook in uw pakket, ja. Is er invloed van die klimaatverandering of vergrijzing uh, um, op de plannen voor de toekomst? Uh, op welke plek, specifieke plannen? Van verkeer en vervoer? Ja, en verkeer, verkeer en vervoer, ja. Uh, nee, niet, niet qua bereikbaarheid voor deze regio. Uh, ook uh, de, de, de vergrijzing niet, omdat we uh, toch merken dat uh, het, het aantal inwoners. Uh, in Nederland, maar ook in deze regio, gewoon blijft toenemen. Hè. We moeten ook voor deze provincie moeten we, uh, heel veel huizen bijbouwen. Dus ik zie daar uh, geen probleem in. Dus wat dat betreft, het blijft gelijk. En als je het dan hebt over klimaatverandering, ja, voertuigen, we gaan straks vanaf 2030, uh, 2035 allemaal elektrisch rijden. Of tenminste, dat is het is um, Het is de bedoeling, maar. Het is de bedoeling. Het is wel een beetje een gewetensvraag, want um, het Rijk wil het, Europa wil het. Maar als we nu zien dat we net congestie hebben... en we dadelijk problemen hebben met het opladen van uh, ook elektrische voertuigen... dan vraag ik me af hoe je dit voor elkaar wil krijgen. Dus misschien dat er uh, een, een correctie op de planning komt... maar uiteindelijk denk ik wel dat we richting elektrisch rijden gaan. Ja. Een totale verduurzaming hè, in de stad Nissewaard. Uh, hoe staat het daarmee? Daar zijn we ook heel erg hard mee bezig. Uh, we zijn uh, aan het kijken van hoe we bijvoorbeeld van het aardgas afgaan. Dat wordt ook opgelegd door het Rijken. Het is niet dat we dat als, als gemeente zeggen: van nou, dit willen we nou per se doen, maar. Uiteindelijk gaat die gaskraan uit. Dus we zijn nu aan het kijken welke alternatieven zijn er. Uh, hebben we in een aantal wijken gedaan. We zijn nu in de kernen uh, Geervliet, Heenvliet en Broek aan het kijken... wat we kunnen doen aan, uh, aan maatregelen om uh, van dat gas af te gaan. Dat is allemaal om het aardgasvrij ready te maken. Waarmee we dus zeggen, van we gaan niemand dwingen om van het gas af te gaan. Maar we gaan in ieder geval de mogelijkheden creëren... zodat ze makkelijker van het gas af kunnen op het moment dat ze het zelf willen. Want dat Overstap vind ik echt belangrijk. Maken. Precies, ik vind betaalbaarheid... En haalbaarheid hierin uh, heel erg belangrijk. Uh, want je leest vaak verhalen over dat uh, bijvoorbeeld ook om uh, aardwarmte of zo'n warmtenet te realiseren, dat mensen gigantisch op kosten worden gejaagd. En ik heb echt aangegeven, ik wil dat niet. Uh, dat we van het gas af moeten, oké. Okay. Maar dan moet het wel haalbaar, haalbaar en betaalbaar blijven voor de mensen. Dus we moeten niet ineens mensen krijgen die met uh, torenhoge rekeningen worden opgezadeld zit zometeen een weekend aan te komen. En dan is het de week voor de afsluiting van de Spijkenissebrug. Gaat u voorslapen? Want dan kan ik kan me zo voorstellen dat u wat slapeloze nachten gaat krijgen. Uh, het gaat heel erg spannend worden inderdaad. En ik, ik ga zelf ook mijn maatregelen nemen. Heb ik ook binnen het gemeentehuis overigens laten doen. Dus ik heb echt aangegeven, ook voor de mensen die daar die keuze hebben om uh, thuis te werken. Maak die keuze. Maak afspraken, ook, precies, maak afspraken ook pas na tien uur, als je fysiek in het gemeentehuis wilt zijn... Uh, tot ongeveer drie à vier uur, zodat je niet in die spits staat. Uh, ik ga zelf met de fiets reizen en ik heb ook tegen mijn secretaresse gezegd... Van, zorg ervoor dat uh, de afspraken die ik extern heb, ruimer worden berekend. Want ik ga gewoon met het OV en dat betekent dat je meer reistijd nodig hebt. Ja. Nou, we gaan uh, zien hoe het gaat lopen. Ik hoop dat we, als we elkaar uh, ja, over een week of zes spreken... Uh, uh, we kunnen zeggen van het is goed verlopen. Want dan denk ik uh, dat u het goed heeft gedaan, hè? Ik hoop het ook. Uh, ik hou echt me wel, maar wat dat betreft, mijn hart vast. Mm -hmm. Want we zijn echt afhankelijk van het gedrag van de uh, en de medewerkendheid dus van, van, van alle mensen. Wij kunnen dit niet alleen. Wij hebben ons best gedaan. Maar uiteindelijk, de laatste stap is aan alle weggebruikers. Door de website van de gemeente Nissewaard kun je veel meer informatie over de afsluiting... om te beginnen van de spijker vinden. Uh, de matrixborden zijn al uh, gevuld uh, in de stad, uh, heb ik gezien. Ook ja. vanuit de Hoogvlietkant staan borden. Wat gaat er nog meer gebeuren uh, in de komende dagen? Wordt dat, uh, wordt dat uh, ja, extra geïnterviewd? Ja, ja, er wordt er zeker extra aandacht voor gevraagd. Uh, ook uh, op Facebook heb ik inmiddels de advertenties langs zien komen. Dus we gaan er echt uh, heel veel aandacht aan geven nu, uh, zodat het uh, qua rugbaarheid heel erg duidelijk wordt. Nou, We gaan het zien en uh, laten we hopen dat het uh, allemaal goed gaat verlopen. Dank u wel voor zeker. de komst.